Lieve binkatleten, hier is weer de WOTTO-GO van vandaag. We beginnen met 4 minuten M-rep van 50 single unders, 12 squats en 6 push-ups. En natuurlijk pas je de push-ups weer aan wat voor jou een warming-up is. Dus blaas jezelf niet op in de warming-up. En dan de workout. Een 13 minuten M-rep van 50 dubbel unders, 30 mat-ball cleans en 20 pike handstand push-ups. Nou, er zitten natuurlijk veel onderdelen in deze WOD die een grote uitdaging zijn. Allereerst de 50 dubbel unders. Natuurlijk wil je hier niet te lang mee bezig zijn, maar omdat de andere elementen ook vrij lang duren, mag je hier wel een beetje mee rommelen. De 30 mat-ball cleans is stand op nul en door de verzuring van de benen heen. Het is natuurlijk niet echt een pretje, maar daar is deze workout voor gemaakt. En hetzelfde geldt een beetje voor de 20 pike handstand push-ups. Dus elk onderdeel is voor iedereen persoonlijk natuurlijk een klein beetje een uitdaging. Dus probeer goed te pacen, wees slim, maar blijf wel constant in beweging. Daarnaast hebben we nog wat aanvullend werk. Een 5 minuten M-rep, maar niet echt om zoveel mogelijk rondjes te maken, maar meer om ervoor te zorgen dat je in die 5 minuten gewoon constant bezig blijft. 15 band en bicep curls, 15 push-ups. En zeker hier is het natuurlijk belangrijk dat je push-ups goed skipt. Dus lukt het niet op de tenen, ga dan naar de knieën. En is 15 echt een te groot aantal en blijf je er te lang bij hangen, kies je natuurlijk een kleiner aantal zodat je wel een beetje in een flow blijft. Maar ook niet zo klein dat je er constant alleen maar bicep curls aan het doen bent. Dus wees hier een beetje slim in, maar je mag hier een beetje mee spelen. Lieve mensen, succes!